Ben jij op zoek naar een luxe en monumentale stadsvilla? Dan moet je het volgende filmpje blijven bekijken. Vandaag ben ik aan de Korte Nieuwstraat. En de Korte Nieuwstraat, dat is een van de oudste straatjes van Apeldoorn. En dat valt je natuurlijk direct al op. Een heel fraai straatbeeld met veel monumenten. En wat ook heel leuk is hier, vanuit de woning hier wandel je zo het centrum in. Ik ga kijken bij nummer 2. En dat is van buiten meteen al een plaatje om te zien. Het is voor mij heel leuk om in deze woning te zijn. Ik heb deze woning namelijk ooit verkocht, jaren geleden, aan de huidige eigenaar. Deze woning was volledig in oude staat, moest geheel gerenoveerd worden. En dat is gebeurd. En hoe? Het lijkt wel een nieuwe woning in een monumentaal jasje. Ja, dat valt in deze woonkamer direct al op. Het is super strak afgewerkt met gebruikmaking van hoogwaardige materialen. Moderne kleurstellingen, echt geweldig om te zien. Mooie vloeren, natuursteen, beton ook. En dit is gaaf, hele hoge plafonds met ornamenten. Wil je naar buiten, kan dat ook hier. Achter in de kamer, dubbele tuindeuren naar je tuin. Ja, de woonkamer heeft een prima oppervlakte en heel veel lichtinval. En wat ik sowieso ook heel prettig vind om te zien, is dat er heel veel aandacht besteed is aan het sfeer en karakter van deze woning. En dat is er. Het is gewoon heerlijk om hier te zijn. Ja, ook de keuken is een plaatje om te zien. Heel veel kastruimte. Een prachtig natuurstenen bladhuis ook. En helemaal in stijl. Ja, overal vind je mooie details. En het schilderwerk in het huis is overal zo gigantisch strak. Het is dat ik geen haar meer heb, maar het glint zo, als had ik me erin kunnen kammen. Ja, via het binnenhal met onder meer de trap naar boven kom je ook hier. Een bijkeuken, een wasruimte. En die is ook niet vergeten. Net zoals in de keuken, ook een prachtig blad hier. Ja, achter in de hal vind je het toilet. Ook een stijl natuurlijk. Ja, onder de trap vind je de provisiekelder. Dat is ook leuk, hè? Een bordesje. Ja, ook deze bovenverdieping. Die ziet er top uit. Je vindt hier 3 slaapkamers. Daarvan de oude slaapkamer aan de voorzijde. Ja, en deze oude slaapkamer die is heerlijk royaal. Ruimte genoeg voor een heel groot bed. Een aparte kleedruimte. Dat is ook gaaf. Dubbele deuren. De Frans balkonnetje. Het uitzicht over het Leijerplein. Ja, verder hebben we nog een zijkamer en een achterkamer. Beide van een prima formaat. Ja, dan hebben we natuurlijk nog de badkamer. En die is ruim en bijzonder luxe. Aan de achterzijde vind je ruim hoekbubbelbad en een dubbel wastafelmeubel. En aan de voorzijde een vrijhangend toilet en een massagedouchecabine. Ja, en ook de tuin. Bijzonder smaakvol en sfeervol ingericht. Veel privacy hier. En er ligt ook nog eens op de zonzijde. Wat een plaatje is dit huis, zeg. Ik zou hier wel een documentaire over kunnen maken. Ben jij benieuwd? Maak hier maar heel snel een afspraak.